Dit is de iPhone 5 fietshouder, de goedkope houder. Dit is eigenlijk het basismodel, hè? Dus gewoon een hele stevige klem voor op je stuur. En je ziet wel hier hoe lang de schroeven zijn. Dus dit element kan een heel eind losgedraaid worden. Zeg maar hier met mooie kleine inbeschroefjes. En dan kan hij dus heel ver open. Dus voor iedere dikte stuur is hij gewoon in de praktijk gewoon geschikt. En vervolgens schuif je dus deze case eroverheen die er net overheen zat. En dan heb je dus gewoon een goede houder voor de iPhone 5. Niet waterdicht natuurlijk, want er zit niks op. Zoals je ziet, hè, je kan natuurlijk wel. Nou ja, in de praktijk doen mensen er soms wel iets overheen. Zou ook niet zo snel doen. Dus bij regen zou ik hem gewoon altijd in je zak doen. Maar dan heb je eigenlijk een hele mooie dunne oplossing op je stuur. Maar er is ook meer mogelijk, want dit wordt er ook bij geleverd. En dan schroef je hem eigenlijk vast op het stuur. Met de schroef die ik hier even niet heb. En dit is zeg maar een open case. Dus dan heb je hem zeg maar nog lichter. Hè? Dat zie je wel open van de onderkant. Dus ook een optie is tijdens de knoppen natuurlijk nog wat makkelijker te bedienen. En hier een mooi design. Frontje zonder functie, maar wel op zich mooi. Moet ik zo vergelijken met de andere cases voor de iPhone op de fiets. En mocht je het zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten.